Ben jij bijgelovig? Nee, totaal niet. Jij wel, hè, Liedjes? Ja, man. Wat ja, heb je? Je krijgt hier hapjes. Je hoeft je broodtrommeltje niet mee te Kijk, hier verstopt ik mezelf altijd in. Wat is dit? Dit is een kistje ooit van mijn moeder gekregen. Dus dat was dan al eigenlijk echt letterlijk heilig voor mij. Het ging de hele wereld mee over. En er zaten al mijn dingetjes in, mijn neuspleister, mijn sporttapeje. Je neuspleistertje? Neuspleistertje voor zuurstof bij warme temperaturen. Ja. Sporttapeje, Dextro, die moest altijd vlak voor het rijden in. Foto van mijn vader en foto van mijn overleden manager. En die zat altijd in mijn pak mee. Ik moest altijd een kruisje slaan, zeker. Zit dat er nog in? Jazeker. Ik heb nog maar maak je open dan. Maar eens open dan. Vooruit dan. Nee, ja, hoeft niet. Jij hebt hem meegenomen. Wij zijn wel benieuwd. Ja, jij vroeg daarna. Ja, tuurlijk. Ik heb er misschien wel een kleinigheidje voor jou mee. Nou, het zal wel wat moois weten. Ja, in ieder geval mijn dekstrootje. Ja. Mijn sporttapeje. En die foto's? Die komen er nou aan. Oh ja, en deze. Ik vergaat die nog wel eens. Je kentekenbewijs deel 3. Ja, mijn licentie. De licentie. Maar we hebben nog de foto van mijn vader. Heel belangrijk voor mij. En, je lijkt op hem. Dankjewel. En de foto van mijn manager, die ken je ook nog wel, Patrick. Ja, Bert Pennings. Ja. Een heel belangrijk persoon voor mij in mijn carrière. En, en een pennetje, om hallo te zeggen. Leuk. Maar een pen was voor mij ook belangrijk. Wie schrijft die blijft. Maar ik had wel heel vaste rituelen, ook voordat ik op de motor ging. Hè. Mijn stoel stond klaar, mijn koffertje stond erbij. Alles stond klaar. Linkerlaars, rechterlaars, linkerhandschoen, rechterhandschoen. Ik moest ook die onderbroek waar ik mijn wedstrijden mee won, die moest ik op zondag aan. Maar... behalve als het regende natuurlijk. Hè. Ja, dan reed je zonder onderbroek. Ja, de vader had drie keer gehoord dat hij het geloofde. Prima, mag. Maar we kijken wel een keer in die pak aan de binnenkant of er een grote bruine streep zit. Maar... maar ik won hem wel in de regen, hè? Dus... ja, tuuk, ja. Hey. Tada! En de vraag is, hielp het? Want, of en... ja, en... voor mij wel. Kijk, ik heb dan wel een keer ook met, bewust met rechts een keer de handschoenen eerder aangetrokken. Dus eerst rechts. Het was gewoon twee rondjes en dan lag ik eraf. En dan doe je het gewoon nooit meer. Nee. Dus dat ik is denk, bijgeloof. Maar ik denk ook dat jullie motorcoureurs bijgeloviger zijn... omdat die sport toch net weer iets gevaarlijker is dan We hoorden net natuurlijk al, wat is je gevoel met de motor? Er zijn maar twee banden, weet je wel. Dus er is heel veel contact. Maar jouw gevoel met de motor, jouw gevoel hoe je opstaat... die mix, die lichaam en geest, en dan naar het asfalt vertalen, is gewoon essentieel. Ja. Patrick voor mij helemaal niet bijgelovig. Nee, helemaal niks mee. Nee, helemaal niet. Ik denk, hij legt iets essentieels uit over de motorcoureur. Hier zit een ander die helemaal niks mee. Wat wel belangrijk is, en zeker in mijn tijd en van Joey ook natuurlijk. Kijk, wij moesten alles zelf doen. Tegenwoordig heb je een personal manager en een personal dit. En iemand die meeloopt om je handschoenen zelfs nog aan te trekken. En je helmpje weg te brengen. En wij deden alles zelf. Ja. Dus om een bepaalde rust te creëren richting een training of een wedstrijd... moet alles klaar liggen. Moet niks gaan zoeken op het laatste moment. Ja, dat is het. Dat is het. Maar voor de rest... Trommeltjes zie je jou niet doen. Nou ja, goed, je had je wel... Nou ja, vooral Jurgen was daar nog wat strikter in, zeg maar. En die was wel een keer of drie zo groot. Maar een trommeltje of Jurgen zelf? Nee, het kistje. Maar wij moesten bijvoorbeeld onze helmen... Tegenwoordig, iedereen brengt zijn helm weg naar de fabrikant op het circuit. En die wordt helemaal weer piekerbel in orde gemaakt. Ja, dat moesten we helemaal gewoon zelf doen. Is Zond daarbij gelovig? Nee, totaal niet. Nee, dat werkt niet meer bij ons. Het is allemaal, maar misschien is het ook maar beter als je niet te veel van die rituelen bent. Ja, ik durf het perfectionistisch is gewoon... ik snap het wel dat je het bent, maar... Ja, je raakt ook in... Het lijkt mij op een gegeven moment ook in verstrikt, weet je. Ja. Op een gegeven moment ga je nog weer iets verzinnen. Ja, dit werkte nu wel. Oh nee, nu werkt het niet. Dan ga je weer iets anders zoeken, want iets moet wel werken, want ik heb geen succes. Ja, maar... Nee. Ik vond het zo mooi waar. Gaan open en gaan. Rick Winkelman die probeerde meerdere keren, eigenlijk al geloof ik 2 jaar met de levende legende en de.